Dag heren. Goedemiddag. Hallo. Waar ik mee wil beginnen is... jullie hebben... Je laatste album die kwam uit, in, als ik het goed heb, in 2011. Wat hebben jullie in de tussentijd gedaan? Goh, veel eigenlijk. We zijn begonnen met heel veel concerten. Voornamelijk eerst Europa. Maar het is, daardoor lijkt het dat het zo lang heeft geduurd voor die nieuwe plaat er is, omdat we eerst Europa gespeeld hebben. Dan heel veel in Amerika gaan spelen. Ik denk 2012. We hebben meer dan 200 concerten gedaan in de States. Okay. Elke staat, altijd van kleine bars tot grote theaters, samen met Jane's Addiction en zo gaan spelen. Dus wel toffe concerten gedaan. En bij mensen blijven slapen in elke stad. Dus wel echt heel veel cultuur en indrukken opgedaan. Kortom, we waren wel geïnspireerd, maar tegelijkertijd ook wel een beetje zo op de rand van verbrand qua spelen dan. Dus hebben we even gezegd, oké, we gaan nu toch even geen muziek spelen. Mm. Voor enkele maanden hebben we ons dan teruggetrokken. Elkaar niet gebeld. Even Dries is dus meubels gaan maken. We wilden echt even iets andere handenarbeid doen dan instrument spelen. Ik heb olijfolie gaan maken. Okay. En had een stop gedaan naar Italië en zo. Dus echt even compleet andere dingen, nieuwe indrukken opgedaan. En dan nadien stilaan aan een nieuwe plaat beginnen werken. Ja. En ja, zo, dus de tijd gaat snel dan. Was dit nodig? Want de plaat daarvoor, Silver Threads, die kwam uit in 2010. Dus dat was ook een vrij productieve periode. Had dat dan ook mee te maken dat je noemt het... Dat het een beetje opbrandde op een gegeven moment, dat het allemaal zoveel achter elkaar was? Ja, eigenlijk wel. Het was wel nodig en we voelden dat ook aan, want het werd gewoon, vooral door dat veel toeren met My Perception, was het gewoon even te veel. Maar het zal ook wel mee te maken hebben dat de 4-5 jaar ervoor ook het een na het ander was. Dus maar we hebben er wel deugd van gehad van even een paar maanden vanaf iets compleet begin, anders te doen. Ja, vanaf het begin. Hebben we nooit stilgezeten, het was het een na het ander. Veel te veel pinten gedronken. Maar Jan, jij noemt even een paar maanden ook geen contact met elkaar. Ja, maar niet zoiets van, oké, we willen elkaar niet horen of we slaan elkaar de kop in, echt niet zo. Maar eerder van, ja, even los van, omdat je al zoveel samen op tournee bent, of muziek aan het maken of in de studio zit of zo. Is het weer goed om even een soort afstand te, letterlijk afstand te creëren, zodat je elk voor zich naar andere muziek gaat luisteren en nieuwe indrukken opdoet, zodat je terug elkaar ook kunt inspireren met muziek dat je hebt ontdekt en een of andere oude bluesartiest dat je mee kunt afkomen van hey, die plaat hier al gezien dan, of geluisterd beter gezegd. Dus dat heeft wel deugd gedaan. Met wie kwam jij aan toen jullie weer na een tijd weer bij elkaar kwamen? Één plaat van de Stones. Want op zich, iedereen kent eigenlijk bijna alle muziek van de Stones. Maar dan was er één plaat dat een vriend van mij had leren kennen, Jamming with Edward. Opgenomen in 1969, maar uitgebracht in 1972. En het is eigenlijk gewoon een jam dat ze hebben opgenomen in de studio. Het is met Mick Jagger doet mee. Het is niet alle Stones doen mee, maar het is Mick Jagger doet mee. Ik denk Keith Richards doet mee en dan Bill Wyman. En dan doet Ry Cooder mee en de toetsenist Mickey... Mickey... Ik ben de naam even kwijt. Mickey, hè? Nicky of Mickey? Nicky. Ik ben zijn naam kwijt. Ja, alleszins echt een topplaat. Want je zet dat op en je moet ook gewoon goed luid opzetten, want je hoort al in de verte, voordat ze beginnen spelen, hoort ze al wat gepraat van in de studio, dus dat is zo heel organisch. En dan start die gitaars worden getest en dan die drums vallen in. En dan, dat was voor mij wel echt zo wat van, wauw, deze. Gewoon qua opname is dat zoiets moois. En dan, dat is ook eigenlijk de eerste plaat, vanaf dat we in de studio zijn gegaan met Thomas Brennick. De eerste dag zijn we gewoon naar muziek beginnen luisteren en hebben we die plaat ook meegenomen naar daar.
zo'n ding van, ja, we moeten wel dit eerst even beluisteren voordat we zelf aan opnames beginnen om in de juiste mindset te geraken. Mm. En Dries, wat was jouw indruk van die Stoneplaat? Ja, super. Gewoon als je dat opzet en je luistert van wat een drum invalt inderdaad, zo, oh ja, dat klinkt gewoon keigoed. Zoiets moeten we ook kunnen doen. Mm-hmm. Maar ook in de tussentijd ben ik ook altijd zelf drumles blijven volgen. Okay. En daar eigenlijk ook veel andere dingen geleerd. Zo van jazz, Latin, totaal verschillende uiteenlopende dingen. Dus dat heeft ook wel veel ververst na al die jaren rock spelen. Ja, was dit belangrijk om voor jou ook even wat uitstapjes te doen als het ware naar andere stijlen? Je noemt Latin en jazz. Ja, sowieso. Dat is sowieso altijd interessant om even iets totaal anders te doen. Ook al ervoor nooit echt naar die muziek geluisterd. En dan om die muziek te leren kennen via je instrumenten bespelen, vind ik dat wel altijd de max. Merk je nu dan dat je benadering ook iets is veranderd of is dat veelal wel hetzelfde gebleven? Nee, dat verandert wel compleet. Het is dan als we terug begonnen, want elkaar dan is gebeld, gewoon van gaan we nog eens spelen, wat repeteren, wat jammen eigenlijk. Zonder echt bewust te zeggen, we gaan nu aan een nieuwe plaat beginnen, nieuwe nummers beginnen te maken. Merkte dat wel als we aan het spelen waren, dat we zowel ik als Jan op een andere manier speelden als ervoor. Zo wat ook soul-invloeden dat we wel beide gehad hebben. Dus dat was de max. Hè. Want wanneer was dit? Zoals ik zei, 2011 kwam de vorige plaat uit, daarna toeren. Dus, en dan weer even zonder elkaar. Hoe lang duurde het voordat jullie weer contact met elkaar opzochten? Oh, dat is toch 4, 5, 6 maanden. Okay. Zoiets. Hmm. Echt wel even op het gemakje resetten. En dan merkte nadien wel echt van dat ze terug echt veel plezier om te spelen. En dan, inderdaad, dat Tris zei, die invloeden, hoe dat je merkt dat je zelf anders, zij blijven nog zo wel af en toe je instrument vastneemt en zij blijven spelen en zo andere invloeden die er onbewust zijn ingeraakt en dat je dan wel begint te beseffen door weer samen te gaan spelen. Mm-hmm. En dat beïnvloedt u ook wel op de nummers schrijven en hoe dat je nummers in elkaar gaat steken en zo. Mm-hmm. Ik denk dat we nu qua songstructuren en zo toch wel hier en daar zo weer eens wat andere dingen hebben gedaan. Terwijl het toch heel puur is gebleven, toch ook zo hier en daar wat wendingen gedaan dat op vorige platen niet gebeurd zijn. Zoals in de titeltrack van Highway Cruiser zelf. Mm-hmm. Vind ik wel een mooi voorbeeld daarvan dat die intro bijna, ja, dat is misschien een beetje extremer uitgedrukt, mm-hmm. maar dat die intro bijna naar een soort van doom-gitaar gaat. Mm. Om dan nadien naar, ja, dan even echt gewoon rock te gaan, naar dan nadien een soort van bijna crooner of zo. Weet je, ja. Wanneer kwam dat moment? Jullie hebben dus best wel wat tijd gehad tussen de albums. Is dat dan ook een moment waar je gaat reflecteren op wat je ervoor hebt gedaan en dan met een nieuw inzicht, zeg maar, naar dat nieuwe album toe werkt? Toch wel, ja. Zeker omdat je. Ja, we proberen niet te bewust te gaan beslissen van wat gaan we nu doen, maar je wilt ook wel ervan bewust zijn dat je niet hetzelfde aan het doen bent dan voordien. Dus ik denk dat je onbewust wel bezig bent met je vorige platen. Van wat hebben we daar al gedaan en welke richting gaan we hieruit? En je kunt dat dan wel een beetje richten. Dat blijkt uiteindelijk gewoon hoe dat gaat spelen, zij dat wel zichzelf bepaalt. Mm-hmm. Dus je kunt daar niet echt voorhand zeggen, we gaan enkel dit doen. Zo gaat dat ook niet, maar we hadden zoiets van, de nummers willen we echt heel puur houden, maar we willen toch zo dat universum wat verbreden en misschien kunnen we dan qua stemmen nog net iets meer gaan uitproberen. En vandaar dat we dan gekozen hebben voor Thomas Brannick, omdat hij met Charles Bradley, al die gospel queens en zo, vrij vaak in producties had zitten van platen. En dat wij heel graag en ook in die tussentijd nog wel redelijk wat naar gospelplaten geluisterd hebben. En zelfs oude platen, opnames van Alan Lomax, van echt van op de katoenvelden en zo en dingen. Echt veel inspiraties.
vandaar dat we dachten, misschien kunnen we wel iets experimenteren op dat vlak. En gewoon qua stemmen ons universum wat verbreden. Want ik geloof dat de album is opgenomen in Queens, New York. Ja. Hoeveel van het album was al klaar? Gingen jullie daar met een volwaardig geschreven album naartoe? Of wanneer was dat schrijfproces? Het merendeel was vooral af. Okay. De nummers zaten in elkaar, de structuren waren af. Mm-hmm. Want we hebben, voordat we naar Queens zijn gegaan, waren we ook al eens gaan opnemen in een studio in Frankrijk. Eigenlijk, wat dat een goede pre-productie was, we zullen het zo maar noemen. Ja, ja. Oorspronkelijk was eigenlijk het plan van daar de basic tracks te gaan opnemen en dan bij iemand anders nog de vocals en eventueel wat overdubs te gaan doen. Maar dan zijn we, nadat we die studio in Frankrijk hadden gedaan, in contact geraakt met Thomas. Okay. En die zei dan, ja, de Max klinkt goed, ik wil het zeker doen, maar ik vrees dat we alles opnieuw gaan moeten doen, want ik heb hier geen ene computer staan, heel de studio is analoog. En ik denk dat hem zelfs, ja, weet wel hoe je een computer moet opstarten, maar dat zal toch ver zijn. Maar is dit ook iets voor jullie dat belangrijk is om het analoog op te nemen, of maakt dat jullie niet heel veel uit? Goh. Eigenlijk wel, we hebben alle vorige drie platen zijn ook wel op tape opgenomen, omdat die een warmere sound heeft, maar daarna wel op de computer gezwierd en dan nog overdubs op te pakken of andere toestanden mee aan te vangen. Maar nu was het wel een openbaring van echt alles was analoog en er was geen optie van ook maar iets digitaal te doen. Dat wel een uitdaging was, maar langs de andere kant was het ook niet zo super moeilijk omdat we goed voorbereid waren. Mm. Maar het was wel cool om te zien als we binnenkwamen en we waren alles aan het opzetten dat Thomas gewoon, ja, begon dan de micro's op te stellen en het was gewoon één micro boven een drum. Twee voor gitaar en dan, oké, ja, we gaan beginnen. Hè.